Ik hoor niks. Oh, je zegt ook niks. Nee. Goedemorgen. Wij zitten al heel vroeg in de auto. Want de koning komt vandaag naar Drenthe. En TV Drenthe doet daar live verslag van. En ik mag jullie meenemen voor een kijkje achter de schermen. We gaan nu eerst heel snel naar Hogeveen. Broezen. Daar gaan we. Nou, de koning komt dus straks, maar niet iedereen mag dicht bij de koning in de buurt komen. Daarvoor heb je een accreditatie nodig. Ja, ja. En die heb jij. Hoppa. Nou, ik heb er één. Want nu mag ik wel de koning een hand geven, toch? Nee. Nee? Nee. Dat mag alleen Edwin. Edwin. Ja, mooi hè. Wat ga jij vandaag doen? Ik volg het paard tijdens de hele tocht. En ik mag binnen de hekken komen. Mag je met het paard praten? Dan geef je soms ook aanwijzingen van kijk even die kant op. Nee, even zwaaien of zo. Even wuiven misschien. Nou, ik ben nou in Veningen waar alles wordt klaargezet voor de komst van de koning. En waar onze presentator van vandaag, als het goed is, ook klaargemaakt wordt. Hallo? Oh ja, daar is ze, daar is ze. Hey Emma! Hallo! Ben je er bijna klaar voor? Ja, nou de make-up die moet er nog op, de lipjes moeten nog een beetje kleur krijgen en ja, omkleden moet nog. En hoe is zo'n dag voor jou? Je hebt het vaker gedaan, maar is het nou nog spannend? Ja, nee zeker. En zeker deze uitzending, we hebben vaker koningsbezoeken gedaan, maar dan was het iets van anderhalf uur. Maar nu gaan we echt 3,5 uur live. 3,5 uur? Live tv maken, dus dat is zeker spannend. Mooi hoor. Ik hoor niks. Oh, je zegt ook niks. Nee. Nou, ik heb dit opgekregen, zodat ik kan horen wat de regie en Herma allemaal met elkaar bespreken. Nou, en de regie, die zorgt eigenlijk dat alles op tv in goede banen wordt geleid. En dat gaat zo. Josien, hallo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 12. Wie komt hier vandaan? Ik heb nu permanent openstaan. Heb jij 3 of 4? Gert? Ja, nou als ik achter mij kijk, want de mensen... Ik heb dit als opdracht in mijn oor. Goedemorgen en welkom bij deze speciale uitzending die geheel in het teken staat van het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Bassema aan Drenthe. Ja, de koning arriveert bijna en ik geef naar onze cameraman Giel toe, want die staat boven op het dak. Daar bedenk ik het beste shot. Hey man. Oké. Okay. Giel, sta jij nou in direct contact met de regie? Ja. En wat zeggen ze tegen jou? Fred is regisseur en die zegt wat ik in beeld moet brengen. Nou ja, dat mogen duidelijk zijn. Dat is natuurlijk het koningspaar. Nou, er is heel veel pers, behalve RTV Drenthe. En die moeten allemaal daar in de persvakken blijven. En nat is nat, maar jij wordt zelf nu ook nat. Ja, hoe gaan we dit doen? Let op, 1, 2. Ik heb geen regenjas aan. En de camera, blijft die droog? Ja, die wel. Ja, die heeft meer jas aan dan ik. Wat gebeurt hier, Zin? We moeten toch nog even een klusje doen. Maar ik ben even mijn camera aan. We weten het even niet. We weten het niet. We hebben de vlag. We hebben de vlag. Ja. De afronding is van. Ja. Die sfeer die houdt er ook wel in. Ja. Gelukt! Soms moet je ook echt iets vertellen over helemaal niks. Van een drollen gebakje maken, zo noem je dat. Bedankt voor het kijken en een fijne middag. Herma, goed gedaan! Nou, de show van 3,5 uur zit erop. Wij gaan opruimen. Ik hoop dat je hebt genoten van deze vlog en dat je even achter de schermen hebt kunnen meekijken. Tot de volgende keer!